De dragersvereniging Ber Saba heeft afgelopen zondag de Nationale Dragoman Day 2019 gehouden op plantage La Prosperite, meer bekend als Ber Saba. Met zang en dans hebben de bezoekers ondanks de felle zon er een hele mooie dag van gemaakt. We brengen u een reportage gefilmd door René Gompers van Star News. De Dragoman Day is een dag speciaal voor dragers van lijkkisten. Hoewel het geen wedstrijd was, hebben de 14 dragomangroepen uit verschillende districten stuk voor stuk alles gegeven wat ze in zich hadden. Het publiek is uiteindelijk de grote winnaar geworden, omdat ze met volle teugen heeft genoten van de show. Dit jaarlijks terugkerend evenement is van grote cultuurhistorische betekenis voor de doelgroep Surinamers van Afrikaanse komaf. Met name de plantagegemeenschappen, zegt cultuurdirecteur Elvira Sandy. Dit is het resultaat. Duizenden mensen die er niet alleen mensen vanuit de plantage, nazaten van de plantage, maar ook anderen uit verschillende districten zijn hier vandaan. Het is een roeping om aflegger te worden of om delver te worden. Dat is een roeping, dat doe je niet zo 1, 2, 3. Maar wat we hebben in de plantage is dat die overdracht plaatsvindt van huis uit. Weet je, en de belangstelling dan zo wordt aangewakkerd, gekoesterd, de training volgt, on the job. En zo hebben we inderdaad, we zijn er trots op dat we heel veel jongeren hebben, behorende tot de verschillende groepen. De hitte mocht de pret niet drukken en het was duidelijk te merken aan de sfeer die er heerste op Plantage Ber Saba. De dragersvereniging van Hodi Mihi Krastibi heeft zelfs een show gegeven met een voorbeeld van een kist die gebruikt wordt door de Maron gemeenschap. Dit soort cultuurhistorische eigenschappen moeten wij als land koesteren en proberen naar hogere hoogten te brengen, benadrukt Sandy. Het is ons heilig. Dit is iets dat we, waar we heel zorgvuldig mee omgaan, heel waardig mee omgaan. De dood betekent voor ons een moment om inderdaad grani te geven, eer te geven aan de overledenen. En dat doen we op verschillende wijzen. Ik denk dat we het moeten koesteren. Het is een heel uniek gebeuren. Het wordt heel erg hoog gehouden in verschillende gemeenschappen. Ik denk dat we als land Suriname dit een van onze exportproducten kan zijn. Het kan een toeristisch evenement worden. We moeten dat gaan cultiveren tot een product gaan ontwikkelen die we inderdaad gaan verkopen aan de wereldgemeenschap. Want het is uniek, het is fantastisch en het is waardig om inderdaad te helpen ontwikkelen met de doelgroepen samen tot een nationaal product. Elvira Sandy, directeur van het directoraat cultuur. Zij sprak afgelopen zondag met collega René Gompers tijdens de Nationale Dragoman Day, georganiseerd door dragersvereniging Ber Saba. De Dragoman Day 2019 is op plantage La Prosperite, meer bekend als Ber Saba, gehouden.